In Naaldwijk is zaterdag het eerste Westlands kampioenschap zomerbiathlon gehouden. Het fenomeen biathlon is bij de meeste mensen vooral bekend van de winterspelen. Langlaufers werken een parcours af en moeten herhaaldelijk op doelen schieten. In de zomerse variant is het langlaufen vervangen door hardlopen. Na twee ronden rennen op de atletiekbaan gaan de deelnemers naar de schietlocatie op het middenterrein. Daar zijn 10 schietplekken ingericht. Bij elke schietbeurt beschikken de deelnemers over 20 kogeltjes. Daarmee moeten ze 5 klapschijven omschieten. Is dat gelukt of zijn de kogels op, dan moeten ze weer 2 ronden rennen. De wedstrijd telt in totaal 4 schietrondes, waarna de deelnemers nog 2 ronden over de kunststofbaan rennen. De tijd die bij de finish op de klok staat is bepalend voor de uitslag. Dit eerste Westlands kampioenschap volgde op een proef die vorig jaar is gehouden. Aan dat evenement kon slechts worden deelgenomen door leden van de Schaafzandse schietvereniging Generaal Snijders en van atletiekvereniging Olympus 70. Nu waren er bijna 50 deelnemers. Torenhoog favoriet was Maarten Bakker uit Schaafzanden. Hij maakte die rol ook helemaal waar. Herhaaldelijk had hij slechts 5 kogeltjes nodig om alle 5 klapschijven om te schieten. In een recordtijd van 19 minuten en 36 seconden had hij de wedstrijd voltooid. Op grond van de proefwedstrijd in 2017 was de Naaldwijkse Ramona toen favoriet bij de vrouwen. Echter, voor de ervaren atleten viel het schieten niet mee tijdens deze titelstrijd. Ze kwam uit op een tijd van 29 minuten en 12 seconden. Dat bleek nu goed voor zilver, want in het uur ervoor was de Lierse Anita Kleijweg sneller geweest. Kleijweg vertooide het parcours in 28 minuten en 46 seconden. En zo ziet de top 3 in beide categorieën van het Westlands kampioenschap biathlon eruit.